Daar had een tiet wijst dat Friesland uitblonk in ruizigen en honger. Roenom op het continent wien de Friezen verneemd als de beste skippers en keerplen. Friezen beheersken de handel in Noordwest-Europa. De Noordzee waard wel ontschut als Mare Frisicum, de Friese Zee. Dat wie in de periode tussen ongeveer 450 en 900 na Christus. Op verschillende plakken in Europa had Friese handelsposten en liet ze kolonies west. Het centrum wie liek was Dorestad, dat uitgroeide tot de belangrijkste stad van de Friese economie. Maar in de 9e eeuw kregen ze hield niet meer lijst van onvallen door de Scandinavische Noormannen. Daardoor verleerden de Friese handelers haar leidende positie. Om het jaar 450 heen rekent het Romeinse Rijk in verval. De Romeinen hadden haast 400 jaar lang West-Europa beheersen, maar nu worden ze van alle kanten onvallen en loeken ze haar om achter de Alpen. Daarmee stwat ik de hele infrastructuur oerloon in. De Romeinen hielden deze routes onder controle, maar nu de dieken en paden net goed meer onderhouden worden, verpleert de handel hem naar het wetter. Alleenig over rivieren en zeeën kan nog lange reizen maken worden. De Friezen die door het wetter wijen, kennen daar goed mooi de voeten en springen in dat gat. Ze varen mooi haar schipjes door de zeeën van Noord-Europa en ik de Rijn op om handel te druwen. De handelsreizen van de Friezen worden vaak wieken en er wordt maar lietse boten vingen. Er moet dus dure vracht vervierd worden, anders kennen de missies net uit. Pelzen, barnsteen, wollen stoffen, glijswerk, moenestien, ierdewerk en zout worden verhandelen. Op het plak dat de Rijn hem in twaalf splitst, ontwikkelt hem de wichtigste uitvalsbasis van de Friese keerpleur. Dorestad. Nou, wijk bij Duurstede. Dorestad is een strategisch belangrijk plak en de Friezen moeten haar positie hier alle gedurigen bevjochtje met de Franken. Hieltiet wikselt Dorestad van eigenaar. Dan is het weer Frankisch, dan is het weer Friesk. Letter, in het jaar 1119 valt Dorestad definitief in Frankische hand. Qua daarna krijgen de Franken een nieuwe keizer, Karel de Grote. Die verovert het gebied boven de rivieren en zo komen de Friezen onder Frankisch bewoond. Karel de Grote liet hem keizer van het Westen nemen. Krijgt in die tijd bereikt de Friese handel dikwijls zijn grootste bloei en wordt Dorestad hield die grutter. De Friezen loeken dus wat profiet uit de situatie onder de Franken. In Noord-Engeland, Zweden en bij de Rijnlands zitten echte Friese kolonies. En om te Friezen saffelde doel haar oer skipveert, willen ze door de Engelsen zelfs vregen om haar oorlogsvloot in de Noormannen op te zetten. Maar diezelfde Noormannen maakt uiteindelijk een eind aan de Friese zeemacht. Dat bad als Karel de Grote stiet in 814. De Noormannen willen profiteren van de aannemende macht van de Franken en doggen hier inval. Benamen Dorestad wordt keer op keer plonderen en platbrand. Als dat in 863 voor de zoveelste keer bad, wordt de stad net weer opbouwd. De Friezen verliezen haar dominante rol in handel en skipveer. In letterdagen krijgen de Friezen nooit weer zo'n prominente positie als in die tijd. Maar de band tussen Friesland en de zee bloeit sterk. Omtrent het jaar 1000 bloeit de internationale handel weer op. Om het vier in Rusland binnen Friese munten uit die tijd vond. En dat wijst op intensieve contacten. Maar de tijd verschoot het zwittepunt van de Europese handel. Eerst naar het eerst. Van de 13e eeuw af komt er de Hanze op. Een machtig handelsverbond dat ik Friesen deel aan haar. En nog wel letter, na 1600, breekt de Gouden Eeuw aan. Uit Amsterdam Wooi werd met grote VOC-skippen de vracht doorsjuwd. De Friese skippers varen in dienst van deze reders op haar oude routes naar het ESC-gebied. Pas in de 19e eeuw zal de handel oer zee definitief ophouden. Hjoed de dag varen de Friezen vooral nog in plezierbootjes door de Friese Marne.